Maar je bent ook coördinator van de rampen, als er rampen zijn in Nederland, dan coördineren vanuit Amsterdam. Wat waren jouw taken toen in die tijd bij de Belmer? Nou, eigenlijk binnen drie kwartier waren we als leger daar aanwezig, met een behoorlijk groep mensen. En eigenlijk werd van ons meteen gevraagd van mensen opvangen toen we daarheen reden. Dat deed ik samen met mijn zuster die daar vooraan zit. Toen kwam al een jongen tegen die dus in zijn onderbroek dat verdwaasd liep. Die hebben we al meteen meegenomen. In het begin hadden we twee sporthallen. Allemaal een beetje onduidelijk. Ik ben een echte Amsterdammer, maar ik wil absoluut de weg in Zuidoost niet vinden. Dus het was een ramp, we zijn door de bosjes gereden. Maar alles was een beetje goed. In die tijd ook wel dat we konden helpen. En op het hoogtepunt, na een aantal dagen, toen waren er wel ruim 400 vrijwilligers van het leger des Heils die op een of andere manier betrokken waren in de hulpverlening. En op de dag van vandaag ben ik daar nog een beetje trots op, want dat is natuurlijk niet het belangrijkste. Dat we mensen mogen helpen, dat is mijn leger des Heils. Dat we net gespeeld hebben, in de Nederlandse teksten blijven bij mij hier. Dat we de overtuiging hebben dat de liefde hier ook al in je heils staat. Kan er heel veel gebeuren in je leven, ook in mijn leven. En ik ben ervan overtuigd dat we die liefde zo heel graag kunnen nodig hebben. Wat er ook in je leven gebeurt. En toen zeker. Dank u wel, Henk. Dank u wel.